Maar om gewoon weer deel te nemen in de normale maatschappij, vond ik ook wel ingewikkeld. Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Terug naar Toen, de X-Factor editie. Ik ben Kai van der Voort en ik deed mee in 2013 met Be Brave. Ik ben Lisa en ik heb in 2009 X-Factor gewonnen. Ik ben Eva en ik zat in duo Whatever en het was ook in 2009. If I walked away and left you there to cry. Zo zoet. Ja, echt schattig. Wat leuk. Hè? Heb je dit na die tijd nog wel eens teruggezien? Nee. Nee. Dit is echt 14 jaar terug. Heb je dit nooit meer teruggekeken? Nee, dit niet. Nee, mijn eerste auditie niet. Ik heb wel, maar gewoon, ik weet niet, die vind ik altijd een beetje knullig of zo. Ik weet niet, ik kan me dat moment niet zo heel goed meer herinneren. Ik weet nog wel dat wachten en denken, we moeten het gaan doen. Maar dat moment zelf, dat lijkt bijna een soort van alsof het niet heeft plaatsgevonden. Dat gaat zo snel en dat je zingt daar en eigenlijk binnen een seconde sta je voor je gevoel weer buiten. Ja, dat er elke keer iets werd gezegd over make-up gebeurde voornamelijk bij Natalie eigenlijk. Eigenlijk is dat een beetje blijven bestaan. Wat natuurlijk een beetje jammer is, want daar gaat het voor mijn gevoel niet echt om. Het gaat meer om het zingen en om hoe wij waren. Was vooral heel leuk. Ja, persoonlijk vond ik dat een beetje afdoen van de rest. Send me the miles and I'll be happy to. Yeah. Heel goed. Dat is zingen. Hele goeie. Dit is zingen. Wat een stoer wijf ben jij. Dit is zingen, dit is muzikaal zingen. Goeie stem. Het gekke liedje van Sarah. Je ziet er heel leuk uit ook. Nou, dat is een mooi hoofd heb je. Ja, ik denk wel als je in mijn categorie zou zitten dat ik wel wat aan je styling zou doen. Ja, dat vind ik helemaal niet erg. Maar je bent echt een grote mama. En je ik ben wat stevig inderdaad. Oh ja, verschrikkelijk. Echt waar? Kijk je echt zo naar? Ik ook. Ik vond het ook echt goed. Nou, een goede auditie. Ja. Maar ik vond het is heel confronterend natuurlijk om jezelf zo te zien. Ja. Het is zo lang geleden. Ja. Ik praat ook, ik wou een paar dingen zo. Zo praat ik helemaal niet. Nou, ik weet niet. Ik vond het verschil niet zo heel groot. Nee! Echt? Wel, jij ik wel? Nou, ik weet niet of dat leuk is om te horen als je er zo naar kijkt. Nee, maar want het is gewoon heel goed hoe je praat, maar vooral hoe je zingt. Nou, ik had eigenlijk helemaal niet zo heel veel moeite met het jurycommentaar. Ik begreep heel goed wat ze bedoelden en wat ze zeiden. En ik was het daar ook volledig mee eens. En ik vond het zelf ook verschrikkelijk wat ik aan had getrokken die dag. Ik heb het totaal niet persoonlijk of raar opgevat. En het was natuurlijk ook een andere tijd waarin je dat soort dingen nog eigenlijk kon zeggen tegen iemand. Want dat valt echt op. Je ziet echt dat er anders wordt gesproken op televisie. Het is allemaal wat harder. Klopt. En wat directer. Klopt. En dat is nu lastig. Maar waren jullie samen gewoon vrienden van elkaar of zo? Of is het een soort van nee, wij kenden bedacht? Semi. Wij kenden elkaar al. We hadden allemaal musicals gedaan. Kinderen, het Junior Songfestival. Ah. En zo waren we elkaar allemaal tegengekomen. Ah. En toen kwam wel het idee van moeten wij iets met z'n vijven gaan doen. Oh, ja. Toen zijn we daar wel goed in begeleid. Toen hebben we dit voorbereid en toen zijn we een X-Factor mee gaan doen. Ja, een soort van choreo. Wie heeft dat dan bedacht? Wij hebben dat zelf bedacht. Nee, de choreo, wij zelf. Okay. Van een soort klein musicaltje wat we aan het opvoeren waren. Wat betekent dat? Papa, in het Tibetaans. Kom je daar vandaan een beetje of zo? Nee, voor mijn vader. Dat vond je gewoon een leuke taal? Ik vind dat gaaf, dat ziet er gaaf uit. Wat is Tibetaans? Dat is een taal. Ik geloof het over een paar weken echt helemaal. Liefies, ga lekker wat drinken. Nou, jullie waren een gezellige toevoeging aan de backstage, denk ik. Ja, ik moet zeggen, als ik dat zo terugzie, dan denk ik, oh Eva, had wel iets genuanceerder gemogen. Voor ons was heel X-Factor een pretpark. Ja. Dus wij renden daar gewoon door de hallen. Soms vergat ik dat daar zoveel mensen naar keken. Want wij hadden gewoon de tijd van ons leven met z'n tweeën. Ja. Wij zingen, dat is heel bizar, wij zingen nooit samen. En wel gewoon in de auto of zo, als de radio aanstaat. Maar wij gaan er niet echt voor zitten meer zoals vroeger. Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik zing alleen.
En zij support. Tijdens ons seizoen, Eva, gingen er ineens geruchten dat jij een relatie zou hebben met Laurens. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Ja. En dat was een medekandidaat. Ja. En ik weet nog dat wij moesten dat een beetje geheim houden. Ook van de productie. Omdat waarom? Ja, dat weet ik niet. Maar dat werd een beetje zo van, nou, hou het maar een beetje stil en zo. Want anders wordt dat een heel groot ding. Dat was al wel zo spannend. En het zat wel een beetje stiekem. En niemand mocht dat doorhebben. En op een gegeven moment weet ik nog dat Wendy het op een gegeven moment door had. Toen zaten wij in een rijtje. En toen legde hij zijn hand op mijn been. Oh. En toen zag ik Wendy zo kijken. Die deed zo. Zo. Wat gebeurt hier? En ik zo, oh my god, die hand er al. En toen, vanaf toen begon dat een beetje te rollen. Maar wij hebben 4 jaar een relatie gehad. 4 jaar? Ja. Oh, dat wist ik niet. Serieus. Ja, het was heel serieus. Dat is echt uiteindelijk wel, dat is een hele leuke relatie. Wij hebben ook eigenlijk tot voor kort heel lang gewoon altijd contact. Want wij hebben nog een kat samen. Ja. Die woont bij zijn moeder hoor. Maar die hebben we ooit. Dus dat, gewoon, ja, wij zijn gewoon heel chill met elkaar. Nou, ik vond het alleen maar heel gaaf om op die leeftijd zoveel aandacht ineens te mogen krijgen. En gewoon te doen wat ik leuk vond, dat we heel veel mochten zingen, muziek mochten maken, mochten optreden. Op dat moment vond ik het allemaal fantastisch. En later, toen vond ik het ineens wel wat lastiger. Omdat het denk ik niet heel gezond is om op die jonge leeftijd zoveel aandacht en altijd maar positieve feedback te krijgen. Maar waar merk je dat dan, dat je dat lastig vindt? Nu? Nou, nu valt het gelukkig wel weer mee. Een paar jaar geleden had ik ineens, ik denk, een soort van naklap. Ik weet niet, dat je standaarden gewoon wat hoger liggen of zo. Dat alles wat, dat je op jonge leeftijd al zo bent gevormd. Gepiekt ook wel. Exact. En dat je al zoveel mooie dingen hebt meegemaakt, dat andere mooie dingen op latere leeftijd dan soms een beetje in de schaduw vallen van, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat je zoveel mooie momenten hebt mogen meemaken. Ja, dat herken ik ook wel. Meemaken. Je bent minder snel onder de indruk van dingen misschien. Klopt. Ja, dat herken ik wel, ja. Ja, dat... en in de maatschappij gewoon, dat het moeilijk, ja, dat klinkt misschien ook een beetje stom, maar om gewoon weer deel te nemen in de normale maatschappij, vond ik ook wel ingewikkeld. Op een gegeven moment zijn we ook als groep uit elkaar gegaan en dat kwam mede doordat meerdere in de groep een beetje het gevoel hadden van ik wil een andere kant op of dit wat we nu al 4, 5 jaar aan het doen zijn, ik voel me een beetje bekneld. Ja, een beetje de rek was eruit, zeg maar. Het was omdat we zo jong begonnen en ik was 21 dat het stopte, nog steeds heel jong. Maar ja, op een gegeven moment dan kan je dat denk ik niet meer. Je verandert ook heel erg in zo'n periode. Ja. Dus op een gegeven moment pasten we niet meer allemaal in dat groepje hoe we waren begonnen. Dus uit elkaar gaan was het slimste. Door de winnares die de naam draagt, Lisa! Het moment dat ze dus je naam noemen, dat ze zeggen, nou, hé, je hebt gewonnen. Nou, ik ging echt van huilen naar lachen, naar weer huilen en lachen. En ik voelde me schuldig. Ik heb echt 100 keer sorry gezegd tegen Rachel. Sorry, sorry. En dan weer, het was zo raar. Ik heb nog nooit zo raar gevoeld. Beetje manisch. Ja, was het echt? Was het echt? Ik denk ook wel dat ik, en Eva ook, dat wij nog net dat randje hysterie echt hebben meegemaakt van zo'n talentenjacht. Ja. Ik weet niet of dat, ja, jullie misschien ook nog wel. Nou, we hebben wel. Ja. Maar vooral omdat jullie omdat jullie een boyband waren. Ja. Klopt. Ik heb echt het idee dat wij een beetje dat laatste seizoen dat waren. Dat Jim en Jamai gehalte een beetje kon proeven. Ja. Ja, toen was er Hives. Zo, dat ik was had eng hoor. Mijn Hives was helemaal 15.000 volgers op Hives. Ja, ik weet het niet meer, maar ik weet wel dat Hives was echt een beetje engig. Ja, het was eng. Huwelijksaanzoeken, letterlijk. Mannen die zeiden, ik ben bereid om mijn vrouw en kinderen achter te laten voor jou. Lesbische vrouwen die in detail, tot in detail gingen beschrijven wat ze allemaal met me wilden doen en zo. Dat ik echt dacht, nou oké. Ik stop hiermee. Ik ben in november 2021 ben ik moeder geworden van een hele mooie dochter. Ja, eigenlijk is mijn leven compleet veranderd daardoor. Maar ik denk dat het voor mij voornamelijk heeft gezorgd voor meer rust in mijn hoofd. En dat ik ook een stapje terug heb gedaan, ook in de muziek. Omdat ik ook door de hele coronaperiode was ik de lol erin ook een beetje kwijt. En ook mijn dochter heeft me doen beseffen dat er dingen belangrijker zijn dan dat. Bedankt voor het kijken naar onze X-Factor editie. X-Factor.
En veel plezier met kijken naar de volgende edities die nog gaat komen. Onder andere Idols, volgens mij. Ik durf niet te zeggen. Ik ben benieuwd.